Deze zaterdag is het Winterkriebelsfestival in Utrecht. En je kan daar op de foto met een grote witte haas. Maar dan moet je wel eerst beloven dat je, mocht je nog met de auto terug moeten, je helemaal geen drugs en alcohol hebt gebruikt. Aan de telefoon Merel Lankhorst van Stichting Team Alert. Hoi Merel. Goedemiddag. Wat is Stichting Team Alert precies? Stichting Team Alert is de verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren. En wij proberen op ludieke en opvallende manieren jongeren bewust te maken van de gevaren van het verkeer. Ja, en iedereen die wil natuurlijk met een witte haas op de foto, dus dat loopt storm. Zeker wel, ja, dat klopt inderdaad. Ja, nee, onze campagne De Witte Waas met mascotte De Witte Haas zetten we in op festivals om jongeren bewust te maken van de gevaren van drugs en alcohol in het verkeer. En sinds we de mascotte gebruiken, de Witte Haas, merken we dat jongeren het hartstikke leuk vinden om op ons af te komen. Ja. En dat is wel wat anders dan een standaard promotiemedewerker of een standaard promotiepraatje die op jongeren moet afstappen om zijn verhaal kwijt te kunnen. Ja, wij hebben dat omgedraaid. Wij weten dat jongeren op festivals eigenlijk helemaal niet zitten te wachten op voorlichting. Maar op het moment dat ze op de foto mogen met een Witte Haas, staat opeens hartstikke open en vinden ze het heel erg leuk om met ons in gesprek te gaan. Ja, zijn jongeren zich er bewust van dat je beter geen drank en drugs in het verkeer kan gebruiken? Nou, we merken dat jongeren van op het gebied van alcohol wel echt weten dat dat best gevaarlijk is in het verkeer. En ze kennen natuurlijk de Bob-campagne allemaal. En we merken dat er ook vaak een Bob geregeld wordt onder jongeren. Alleen de gevaren van alcohol in combinatie met drugs kennen ze eigenlijk helemaal niet. En die gevaren onderschatten ze dus ook heel erg. Bijvoorbeeld de combinatie van een joint en een biertje, wat voor jongeren vaak al als iets onschuldigs wordt ervaren. Gewoon één joint, een biertje. Nou, dat zorgt ervoor dat vergroot de kans op een ongeval met 200 keer. Dus dat gaat echt om flinke aanvallen. Ja, nou vertelde ik het gisteren al eventjes in de uitzending van Sound of the City. Binnenkort is verboden om met een combinatie van drugs en alcohol achter het stuur te zitten. Het voorbeeld dat je net eigenlijk al noemde. Goed nieuws voor jullie, denk ik. Ja, zeker. Ja, nee, we hebben inderdaad gehoord dat die plannen er zijn vanuit Den Haag. Mm-hmm. En we houden dat heel erg in de gaten en we zijn benieuwd hoe dat eruit komt te zien. Want dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Oké, dan nog even één prangende vraag. Waarom een witte haas? De Witte Haas is onze mascotte, die hebben we gekozen. Het lijkt op onze naam van onze campagne, De Witte Waas. De gemoedstoestand die je als je drugs gebruikt kan ervaren. Mm. En onze haas is eigenlijk onze mascotte. Die staat symbool voor een veilige, drugsvrije reis. En de voorlichtingsmedewerkers vertellen eigenlijk het verhaal van de haas. Het is eigenlijk een knipoog naar een tripkonijn die de link legt naar de drugs. Maar de haas die werd slachtoffer van een bad trip, omdat hij een keer was ingestapt bij een bestuurder die onder invloed van drugs reed. En hij heeft er zelf dus een hele slechte ervaring aan overgehouden. Ja. En wij staan met een positieve boodschap op die festival. Dus wij zeggen niet, je mag geen drugs gebruiken. Nee, dat zijn keuzes die jongeren gewoon zelf moeten maken. Maar als je dan besluit om drugs te gaan gebruiken, zorg er wel dat je veilig thuis komt. Dus aan de ene kant kan trip op een festival natuurlijk heel leuk zijn. Maar ja, wanneer je in een bad trip belandt, in het verkeer bijvoorbeeld, is dat niet totaal niet leuk. Dat stelt onze haas eigenlijk aan de jongeren op de feesten. Ja, zo'n bad trip, daar kan ik me meteen voorstellen dat dat heel erg gevaarlijk kan zijn in het verkeer. Maar als het goed gaat, is het dan ook echt gevaarlijk? Nou, het kan natuurlijk dat het goed gaat, want niet iedereen rijdt zich direct tegen een boom. Ja. Alleen de gevaren wanneer je alcohol gebruikt zijn gewoon veel groter. En je ziet veel minder scherp, je hebt een tunnelvisie. Dus je ziet bijvoorbeeld alleen punten voor je in plaats van de dingen die om je heen gebeuren. Dus vandaar, er zijn jongeren die zeggen, maar als ik al drugs heb gebruikt, dan heb ik juist het gevoel dat ik veel scherper ben. Dat zeggen ze goed, dat gevoel hebben ze, maar dat is in de praktijk helemaal niet zo. Wanneer je alcohol in combinatie met drugs gebruikt, vergroot dat de kans op een bad trip in het verkeer heel erg. Ja, nou Merel, ik weet niet of jij om 4 uur wat te doen hebt. Ik moet zo meteen nog naar huis. Hoe bedoel je? Ben je het thuis? Ja, inderdaad, of je me even thuis kan brengen dan. Ik denk daar heel even over na. Ah, oké, okay. Merel Lankhorst van Team Alert. Dankjewel voor je uitleg. Winterkriebels aankomende zaterdag 8 februari dus in Central Studios hier in Utrecht.